Ja, hier zit bijvoorbeeld een scheur. Nou, we hebben hier ook nog twee scheuren. Nou, hier loopt een grote scheur. Nou, helemaal van boven naar beneden. Nou, die loopt boven in de slaapkamer ook nog weer verder zelfs. Deze kapper aan de Oostersingel heeft 3 jaar geleden de hele zaak opnieuw opgebouwd. Maar zijn strakke witte muren zitten al vol met scheuren. Er is 1 hoofdverdachte. Ik denk dat dat door de elektrische bussen komt die er in veelvoud voor langskomen tegenwoordig. Alle tijd rijden in Assen elektrische bussen rond. En niet geheel onverwacht gebeurt dat vooral rondom het station. Sinds de introductie van die bussen klaagt een aantal bewoners van drukke straten over meer trillingen en scheuren in muren. Elektrische bussen zijn zwaarder omdat er een batterij mee moet, waardoor de bus kan rijden. En dat merken we dus nu bij de bussen die dus nu elektrisch rondrijden. 2 tot 4000 kilo zwaarder zijn de elektrische bussen vergeleken met de oudere diesels. Met behulp van sensoren in woningen wordt vandaag getest of de ene bus zwaardere trillingen veroorzaakt dan de andere. Nou, we hebben bewust voor gekozen om dus proef te rijden met de bussen en ook bewust om met verschillende snelheden met de bussen te rijden. Zodat je een indruk kunt krijgen van, is het ook nog snelheidsafhankelijk? Is het afhankelijk van op het moment dat je over putdeksels rijdt of niet over een putdeksel rijdt? En om al die inzichten te verzamelen, zodat we straks ook goede conclusies kunnen trekken uit het onderzoek. Nou, dit zijn de straten waar eigenlijk de meeste bussen van Assen overheen komen. En deze straten bestaan ook nog uit klinkers. En het nadeel van klinkers is dat het over het algemeen wat meer trillingen veroorzaakt dan als je bijvoorbeeld over een asfaltweg rijdt. Eerder onderzoek in Groningen toonde inderdaad een verband aan tussen de nieuwe bussen en de trillingen. En daar zijn maatregelen getroffen aan de wegen. De bussen zelf veranderen is lastiger. Nou, voor de bus kan je er niet heel veel mee, want ja, we voldoen gewoon aan die normen die er zijn. En de batterij moet er gewoon mee. Er zijn landelijke richtlijnen voor waaraan je al dan niet kunt afleiden of er schade aan woningen of aan inwoners kan ontstaan. En afhankelijk van de uitkomsten gaan we bekijken welke vervolgstappen we gaan zetten.